Huiselijk geweld speelt nog altijd een grote rol in onze samenleving en er worden dagelijks nieuwe slachtoffers gemaakt. Gemeente Bergendal wil hier meer aandacht aan besteden door middel van een expositie in samenwerking met Stichting Open Mind. De expositie is te vinden in het gemeentehuis en de bibliotheek. Stichting Open Mind organiseert de expositie Wij doorbreken de cirkel van geweld. Hierin zijn 29 verhalen te lezen van slachtoffers van huiselijk geweld en over hoe zij de cirkel hebben doorbroken. De expositie hierachter heet Wij doorbreken de cirkel van geweld. En je ziet 29 portretten en verhalen van mensen die met iemand op het portret staan op de foto, die hen heeft geholpen om de cirkel van geweld te doorbreken. En in elk verhaal kan dat iemand anders zijn, van een hulpverlener tot een buurvrouw tot een familielid. En eigenlijk laten de verhalen zien hoe je de cirkel moet doorbreken en dat je echt zelf de eerste stap moet zetten om dat te doen. Dus ze zeggen ook wel, niets doen is geen optie als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze expositie vragen ze aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ze vinden het belangrijk dat mensen zich er bewust van zijn dat het iedereen kan overkomen. In 2020, toen deze expositie werd ontwikkeld samen met het programma Geweld door Nergens Thuis, waren er 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen die te maken hadden met huiselijk geweld en kindermishandeling. En dat gebeurt echt door alle lagen van de bevolking, van grote steden tot kleine dorpen. En ja, eigenlijk is het belangrijk dat het overal onder de aandacht komt om die cijfers terug te dringen en het bespreekbaar te maken, zodat men weet waar ze terecht kunnen, maar ook erover durft te praten als er iets aan de hand is of als ze vermoedens hebben. Ook de wethouder Irma van Scheur wil hier binnen de gemeente meer aandacht aan besteden. Want ook in de gemeente Bergendal komt huiselijk geweld veel voor. Kindermishandeling en huiselijk geweld is iets wat overal voorkomt, dus ook in onze gemeente. In 2023 was er bij ons sprake van 156 meldingen bij Veilig Thuis en 6 huisverboden. En dan is er echt iets aan de hand. En daarom is het belangrijk om daar aandacht voor te vragen, want het komt ook bij ons voor. Iemand om je heen hebben die je vertrouwt is erg belangrijk om de cirkel te doorbreken, volgens Irma van Scheur. Het is belangrijk dat mensen een netwerk om zich heen hebben, iemand kunnen vinden bij wie ze hulp kunnen vragen en die hen helpt om die stap te zetten. Want het is heel moeilijk om dat alleen te doen. Dus mensen om je heen, dat is heel belangrijk. Mocht je zelf slachtoffer zijn of iemand kennen die slachtoffer is van huiselijk geweld, kun je altijd bij Veilig Thuis of de gemeente terecht. Wij zijn natuurlijk aangesloten bij Veilig Thuis. Als mensen zich zorgen maken, kunnen ze altijd bellen met Veilig Thuis. En wij hebben verschillende manieren opgeschreven, ook bij de expositie, waarop je ons kunt bereiken als je problemen hebt of een hulp. Wat is nodig om dit geweld te doorbreken?